Welkom iedereen op het lerend netwerk van Vlur-I. Wat is het lerend netwerk? Ik en collega's van Vlaamse instellingen, we zitten samen in een werkgroep van Vlur over recruteren, waarbij dat we de gezamenlijke inspanning die we met de instellingen doen, proberen te structureren. De meeste mensen van deze werkgroep zijn hier aanwezig. Maar iedereen van ons heeft ook collega's uitgenodigd van onze instellingen. En één keer per jaar proberen we dit te doen om zoveel mogelijk collega's van de instellingen samen te brengen die aan een van de instellingen bezig zijn met internationaal recruteren van studenten. Vorig jaar is de eerste keer dat we dat gedaan hebben. Was er een dag waarop we aan elkaar onze Engelstalige programma's hebben voorgesteld. Aangezien dat de mensen in die werkgroep vaak de mensen zijn die op beurzen in het buitenland staan en eigenlijk elkaars programma's aan de internationale studenten verkopen. Dit jaar gingen we het sowieso over digitaal recruitment doen, maar hebben we niet gedacht dat we dit zelf ook nog via een webinar gingen doen. Heel lang hebben we toch gedacht dat we fysiek gingen kunnen samenkomen, tenminste in Vlaanderen, maar ook dat is dan de laatste week gebleken dat we dat beter niet zouden doen. We vonden ook geen enkele instelling die bereid was om een groep van 25 tot 50 personen te ontvangen. Dus daarom zitten we ook voor digitaal recruteren in een digitaal webinar. Een soort postmoderne, eigenlijk zelfs niet postmoderne, gewoon een hedendaagse manier om het allemaal te doen. We doen nog even enkele praktische afspraken voor het vlot verloop. Er is voor gezorgd voor de mensen die zich afvragen waarom uw camera en dergelijke niet werkt. Er is voor gezorgd dat jullie camera's en microfoons standaard zijn uitgeschakeld. En dat houden we graag zo. Er zijn twee sprekers, beiden uit het buitenland. Na de eerste presentatie en een vragenronde gaan we... De eerste presentatie wordt gegeven door Rob van Noscura, een bedrijf in Nederland. Maar Rob wordt straks ingewijd, een bedrijf in Nederland gespecialiseerd in digitale marketing voor hoger onderwijsinstellingen. Na de tweede ronde, na Rob zijn presentatie, is er een vragenronde. En dan gaan we over naar de tweede spreker van Campus France. Die vragenronde zal dan ook in het Engels zijn. Om vragen te stellen is er de chat die je gedurende heel het webinar kan gebruiken. Achter de schermen worden de vragen geselecteerd door Renilde en voorgelegd aan een van de sprekers. Dus als een van jullie een vraag stelt in de chat, noteer alsjeblieft voor wie die vraag is bedoeld. De presentaties worden na afloop verspreid en de sessie wordt ook opgenomen, zodat je dit kan herbeluisteren of herlezen of ook kan delen met nog meer collega's. Ja, waar gaat het vandaag over? Heel simpel, over recruteren in coronatijden. Binnen de werkgroep internationaal recruteren hebben we ook nog heel lang gedacht, gehoopt, dat de gewone recrutering in het najaar zou kunnen doorgaan. Uiteraard werden we daar voor de zomer dan al met onze neus op de feiten geduwd en hebben de meeste organisaties een digitaal alternatief voorgesteld. Jullie zullen hoogstwaarschijnlijk als instelling zich in die digitale alternatieven hebben ingeschreven. De werkgroep heeft dit voor Study in Flanders ook op verschillende initiatieven ingeschreven. Dat maakt dat wij allen in oktober, november, december achter ons scherm gekluisterd zullen zijn om op een nieuwe manier onze programma's aan de man te brengen. Voor alle instellingen individueel is dat waarschijnlijk een uitdaging, omdat alhoewel iedereen wel al een klein beetje ervaring zal hebben met dit te doen voor de Vlaamse studenten, uiteraard bijvoorbeeld aan de UGent is dat het geval, is het niet zo dat onze Vlaamse studenten worden door een andere dienst gerecruiteerd dan de internationale studenten. Dus de ervaring is eerder beperkt met het digitaal recruteren. Wij zijn ons daar nu volop aan het voorbereiden. Ook binnen Study in Vlaanderen zijn we ons daar aan het voorbereiden. En daar komt natuurlijk nog de extra moeilijkheid dat eenmaal we aan zo'n digitale fair meedoen, dat we daar niet één instelling of één opleiding vertegenwoordigen, maar inderdaad het gehele onderwijslandschap in Vlaanderen.
Dus dachten wij dat het wel goed zou zijn om iedereen voordat het seizoen aan recruteringsbeurzen begint, om alle geïnteresseerden een soort best practices voor te schotelen, waarvoor we over de grens gaan kijken, zowel naar het noorden als naar het zuiden. Het noorden brengt mij bij onze eerste spreker, Rob Spekenbrink. Rob is gespecialiseerd in de combinatie online communicatie en onderwijsinstellingen. Rob is begonnen als ontwerper van informatiestructuren van websites van onderwijsinstellingen en steeds meer bezig gegaan met interactieve interactie op sociale media. Rob heeft bij de TU Delft, waarschijnlijk voor velen een lichtend voorbeeld voor communicatie, 10 jaar gewerkt als adviseur online communicatie. En vanuit TU Delft heeft hij samen met een collega in 2015 het bedrijf Noscura opgericht, een online communicatiebureau voor de wereld van onderwijs en onderzoek. Ze hebben 70-plus klanten in Nederland en Vlaanderen. Voor Vlaanderen is dat sowieso de KU Leuven, want Pieter aanwezig heeft ons eigenlijk Rob aan de hand gedaan en heeft de online communicatie van deze instellingen naar een hoger niveau getild. Rob gaat een presentatie geven van een 50-tal minuten. Hij zal voorbeelden geven van onderwijsinstellingen en laten zien hoe die hun recrutering versneld online hebben gedaan. Hij zal aangeven wat de best practices zijn en wat nog beter kan, want ook dat kan bij best practices. En daarnaast zal Rob een aanzet geven voor een nieuwe variant van de student journey, de online student journey. Hierin worden de veranderingen van online, maar ook al een aantal veranderingen die al gaande waren, gevat in een aangepast model. Rob, ik geef graag aan jou de Zoom. Ja, dankjewel. Ik ga inderdaad ongeveer 50 minuten praten tegen jullie. De vragen kunnen inderdaad in de chat worden gezet. En daar gaan we daarna op in. Ook voor mij is dit niet gewoon, omdat ik 50 minuten tegen een scherm ga praten zonder dat ik jullie zie. Ik ga proberen om de energie erin te houden en om 90 slides in die 50 minuten er doorheen te krijgen. Maak je niet bang, je hoeft niet mee te schrijven. Die slides die krijg je na afloop toegestuurd en kun je ze nog een keer bekijken en ook delen binnen de organisatie. Dat is allemaal prima. Ik ga inderdaad praten over de online student journey en hoe corona de online marketing blijvend verandert in onze ogen. Ik ga daarbij een aantal zaken aanraken. Ik ga wat dingen laten zien van onderwijsinstellingen in Nederland die voorbij hebben zien komen. Ik ga op een andere manier naar de reis van de toekomstige student bij een hoger onderwijsinstelling kijken. En ik sluit af met een viertal tips waarvan wij denken dat jullie er wat aan hebben in het komende recruteringsproces, maar ook daarna. Nou, inderdaad, Noscura, we zijn een Delfts bureau, een Nederlands bureau voor online communicatie met hoger onderwijsinstellingen. Maar ook met onderwijsinstellingen in Nederland heet dat het middelbaar beroepsonderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs. Dus van middelbaar voorbereidend via hogescholen en universiteiten. En hier en daar doen we ook wat met basisscholen in Nederland. De afgelopen week heeft mijn collega bijvoorbeeld nog met een voortgezet onderwijs om de tafel gezeten hoe ze hun open dagen in het najaar moeten gaan verzorgen. Jullie kunnen mij altijd bereiken, want in deze presentatie staat aan het eind mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. Maar daar komen we straks, denk ik, nog wel op terug. Wat ons anders maakt, is dat wij ons gespecialiseerd hebben in het werken met onderwijsinstellingen. En de combinatie met online communicatie. Dus wij vinden dat de online communicatie bij onderwijsinstellingen beter kan. Op allerlei aspecten van online communicatie en ook in het hele proces. Dus we helpen vooral bij strategie, maar ook bij uitvoer. Daar zal ik later nog op terugkomen, hoe dat dan online communicatie vorm kan krijgen binnen jullie onderwijsinstelling. Dat gaat over recrutering, dat gaat over andere soorten communicatie. Dat zullen we straks wel zien.
Waar we het vandaag niet over gaan hebben is, komt die buitenlandse student nog wel als vliegtuigen niet vliegen? Bijvoorbeeld, dat is een andere problematiek. En wat we ook niet gaan behandelen is, wat is de meerwaarde van fysieke onderwijslocatie nog als die student uit het buitenland toch al dat onderwijs online gaat doen? Dus ik ga niet in op het online onderwijs zelf. Dit zijn wij van Moscura. Daar ga ik gewoon aan voorbij. En een beetje theorie over online communicatie. Volgens ons valt het uiteen altijd in drie categorieën. Luisteren, interactie en contentcreatie. Die zijn altijd met elkaar in balans. Waarbij je, als je deze driehoek bekijkt, aan de bovenkant ga je luisteren, monitoren eigenlijk. En ga je dat wat er gezegd wordt en over jouw instelling gaat, over het recruteringsproces of over de thema's waarvan jij vindt dat je daarbij betrokken zou moeten zijn. Ga je goed luisteren op woorden, op kanalen, verschillende kanalen en daar conclusies uit trekken. Als je gaat kijken aan de rechtsonder in deze driehoek, dan gaat dat over interactie. Er zijn eigenlijk twee soorten interactie. Dat is de interactie passief. Dat klinkt gek, maar dat betekent het beantwoorden van vragen die gesteld worden. Dus je wacht eigenlijk passief totdat er een vraag wordt gesteld en dan ga je daarop in. Actief interactie aangaan is op die thema's, op die onderwerpen waarvan je vindt dat jouw onderwijsinstelling goed is of die juiste mensen heeft lopen, om die te koppelen aan die gesprekken. Dus dan ga je actief mengen in gesprekken waarvan je in eerste instantie niet een participant bent. En linksonder, en ik doe het expres als laatste, staat contentcreatie. Dus daar ga je content creëren en plaatsen op de kanalen van keuze, maar ook de kanalen die passen bij de verschillende doelgroepen en bij de verschillende fases van online communicatie. En die doe ik als laatste omdat de meeste onderwijsinstellingen, de meeste instellingen sowieso, daarmee beginnen. Maar door goed te luisteren en door goed de interactie aan te gaan, weet je veel beter wat voor soort content je moet plaatsen op welke kanalen, met welk doel, in welke fase. En daardoor maak je die online communicatie veel krachtiger. Dan over corona, dat directe gevolg voor werving. Oh ja, werving is een Nederlandse term voor recrutering. Ik heb met Lieve daarover gesproken. Ik ga niet proberen om jullie terminologie over te nemen. Ik hou het bij de Nederlandse terminologie. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. Ik denk het wel. De direct merkbare gevolgen van corona is dat studenten de keuze uit blijken te stellen totdat fysiek onderwijs weer kan. Wij horen veel in ieder geval van aankomende studenten die nu denken van ja, ik sla wel een jaartje over, want ik hoop dat het over een jaartje weer beter is en dat het allemaal weer ook fysiek kan. Dus er is duidelijk een behoefte aan dat fysieke contact met andere studenten. De reisbeperkingen en de nog hogere eisen aan klantervaringen en online reputatie. En de laatste, als het onderwijs online kan, waarom zou ik dan naar die campus komen? Nou, dat zijn goede vragen. Wat zijn de direct merkbare consequenties voor recrutering, voor werving? Nou, dat doe ik toch. Er zijn dus zeer of weinig fysieke wervingmomenten. Momenten waarop je mensen echt kunt ontvangen op die campus. En hoe ga je daar dan? Wat we ook hebben gezien in het voorjaar, en sommige van de Nederlandse instellingen hadden geluk dat de wervingsactiviteiten net voor het uitbreken van corona konden plaatsvinden, maar heel veel konden dat niet en hebben heel snel allerlei acties ondernomen om met name de varianten van offline momenten online te halen. Dus de evenementen waarvan men gewend was om die te doen, daarvan online varianten te verzinnen eigenlijk. En uit de grond te stampen met een grote enthousiasme en heel veel haast daarachter. Het online onderwijs van zo'n instelling moet van een heel hoog niveau zijn. Wat we ook zagen is, veel onderwijsinstellingen waren al bezig met het online halen van hun onderwijs.
En hebben daar meer vaart achter moeten zetten. Waarom? Omdat, zeker bij online communicatie en bij de huidige doelgroepen die, waar jullie op willen aanspreken, het niveau van het hoger onderwijs op het niveau moet zijn waar men dat wil hebben. Als je altijd al alleen maar online onderwijs wil aanbieden. De afstand tussen instelling en doelgroep wordt groter, doordat je elkaar fysiek niet meer kunt zien en niet meer kunt spreken. En de concurrentie wordt groter. Want als die locatie niet meer zo'n factor is, dan is die concurrentie groter. Ik hoef niet meer weg. Zeker internationaal. Dus zeker internationale recrutering is wat mij betreft lastiger geworden, omdat er geen of minder grenzen eigenlijk zijn. Geen afstanden meer af te leggen. Het is lastig om uit te leggen wat het betekent om bij een community te horen. Ik heb dan vaak over hoe is het, hoe ruikt en hoe proeft het om onderdeel te zijn van een community. Om op die campus rond te lopen en in een gebouw rond te kijken. Hoe is dat voor mij? En dat blijkt iets te zijn waar mensen gewoon heel erg naar op zoek te zijn. Dus onderdeel uitmaken van die community is belangrijk. En dat wordt lastiger omdat ik die fysieke locatie niet meer een factor is. Oké. Veel onderwijsinstellingen hebben dus acties ondernomen. En ik heb die geprobeerd te clusteren op soort actie. We hebben daarbij gekeken naar verschillende soorten initiatieven, maar ook naar initiatieven die niet per se een initiatief zijn direct van corona. Want wat we ook hebben gezien is dat een aantal van de activiteiten al plaatsvonden, maar nu een boost hebben gekregen. Nou, dus het steviger inzetten van bestaande initiatieven, online halen, online hulp bij allerlei keuzeprocessen. Hulp van zittende studenten met die ambassadeursfuncties voldoen. En van voorleggingsmomenten, dus de open dag, wat in Nederland de open dag heet, 2 keer per jaar per onderwijsinstelling voor master op 4 momenten. Eigenlijk naar een soort van constante stroom van voorleggingsmomenten hebben gehaald. We hebben deze analyse gedaan op basis van de student journey. Geen idee of dat in internationale termen is, denk ik wel. Een fasering voor de marketing van potentiële studenten voor je onderwijsinstelling. Dus wat we gedaan hebben is, we zijn gaan kijken van wat zijn nou de behoeftes van zowel de student als die organisatie in verschillende fases van het maken van een keuze voor een opleiding aan een bepaalde instelling in een bepaalde stad, in een bepaald land. En we zijn gekomen op deze onderverdeling. Dus de potentiële student heet ontdekken, verkennen, vergelijken, overwegen, besluiten, checken en inschrijven. En die student aan de rechterkant, voorbereiden, opstarten, aan de slag gaan, studeren, bevestigen. Ik zal straks nog nader ingaan op die verschillende fases. Maar wat je wel al ziet, is dat de linkerkant het traditionele wervings- en recruteringsproces is. En aan de rechterkant het traditionele moment waarop een potentiële student een student wordt. En traditioneel zien we ook in de organisatie van de afdeling marketing naar de afdeling studentenzaken verplaatst. Nou, in onze mening wordt die grens vager en ik zal dat laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Allereerst, vertel het verhaal van, vooral in de fases verkennen, vergelijken en overwegen. Dus ik ben als student nog bezig met wat is er eigenlijk op deze wereld allemaal te doen aan instellingen, wat past bij mij en op welke basis moet ik een overweging maken. Nou, linksbovenin zien we de Universiteit Twente die over projecten met impact op de maatschappij praten is. Dat doen ze al online, dat namen ze al op. En die campus talks, zoals ze die noemen, laden eigenlijk, in marketingterm, laden de reputatie van die universiteit. Daar zijn ze al een hele tijd mee bezig, maar dat hebben ze dus geïntensiveerd. Een online talkshow over projecten met veel impact voor de maatschappij.
Aan de rechterkant, in het midden, zien we de TU Delft Stories, dus de verhalen van de TU Delft. Eigenlijk het onderzoek of de onderzoekers van de TU Delft die een impact hebben op die maatschappij. Interviews met onderzoekers en een relatie leggend met vraagstukken die leven en hoe die opgelost zouden kunnen worden door onderwijs en onderzoek, met name het onderzoek. Die verhalen gaan over alle opleidingen en over alle onderwerpen die aan de TU Delft belangrijk zijn. Linksonder eigenlijk een initiatief, een landelijk initiatief, is de Universiteit van Nederland, waaraan veel van de universiteiten meewerken. Het lijkt een beetje op dat stories-verhaal, waarbij onderzoekers, wetenschappers van bepaalde universiteiten een bepaald thema aanraken, maatschappelijke colleges geven op een online kanaal. Overkoepelend, dus niet per se gehangen aan één van de universiteiten. Maar natuurlijk wel, hè, dit is een universiteit Leiden, een gastcollege, een college. Natuurlijk wordt wel heel duidelijk dat dit een Leidse onderwerp is en een Leidse wetenschapper. Een studiekeuzetest. Ook daar hebben we een aantal voorbeelden van gezien. Ik zie hier aan de linkerbovenkant de Universiteit Wageningen die een gratis studiekeuzetest op hun eigen website aanbieden. En daarmee eigenlijk de keuzes van de opleidingen die ze hebben aan de potentiële student tonen. Hè, zoals je ziet hebben ze 58 opleidingen aan de Universiteit in Wageningen. En aan de hand van vragen kun je kijken of een van die opleidingen bij de universiteit bij je past. Als we kijken in de rechterbovenhoek hebben we de, even kijken, dat is die van Nuffic volgens mij. Daar wordt op een internationale manier, de internationale student wordt aangesproken op de voorkeuren van die internationale student. Independent and up-to-date overview of the English taught programs in Holland. Dat is inderdaad die van de Nuffic. En dan kun je dus op bachelor, master en summer course niveau zoeken naar onderwijsinstellingen, naar opleidingen die bij je passen. Onderin, studiekeuze 1, 2, 3, wordt hulp geboden bij het kiezen van een studie aan de hand van een profiel. Ook een landelijk initiatief. Een online open dag, daar hebben we er best wel een hoop van gezien. Daar komt live video bij kijken, daar komt chat bij kijken. Dit is bijvoorbeeld een bacheloropleiding van de UvA, de Universiteit van Amsterdam, de Bachelor Literacy and Cultural Analysis, waarbij op een bepaald moment, dus mensen moeten daarvoor inschrijven, moeten daarvoor aanmelden, een 1-op-massa bijeenkomst wordt georganiseerd. Een beetje zoals dit webinar, waarbij deze mevrouw van de universiteit gaat vertellen van oké, wat is dit nou voor opleiding en wat kun je hier verwachten? Wat we traditioneel zien bij een open dag, als je naar een centraal programma, naar een bepaalde opleiding gaat, word je in een klaslokaal, ik moet even uit mijn eigen ervaring met mijn eigen dochter, gezet waar iemand van de opleiding wat gaat vertellen over het toekomstperspectief, wat de opleiding inhoudt en waar je rekening moet houden als student aan die opleiding. Dus dit is de online variant daarvan eigenlijk. Wat er hier gebeurt is weer van de TU Delft, is een master event, wat natuurlijk eerder op locatie werd gedaan. Hebben ze een fysieke omgeving gebouwd, een online fysieke omgeving nagebouwd, waarbij heel erg gelet is op die gelijkenis. Dus we zien hier een beursvloer en we zien mensen rondlopen en we zien een informatiedesk en we zien, wat we hier zien zijn de opleidingen die zich presenteren op hun eigen stand, waar je op kunt gaan klikken en waar je dan door een aardige mevrouw of een aardige meneer wordt voorgelegd over deze opleiding bij deze instelling, in dit geval de TU Delft. Er is ook weer een virtuele nabouwen van de echte omgeving. Wat ik vind is dat het nabouwen van zo'n fysieke omgeving zoals wij die kennen heel erg aansluit bij hoe wij als medewerkers dat zouden willen zien. Wij willen heel graag zenden en vertellen
en voorlichten. En de vorm die we daarvoor kiezen is vaak de vorm die we kennen van de offline variant. Ze laten hier nu zelfs de corporate film van de TU Delft zien. Terwijl je dus in die online omgeving probeert een interactieve omgeving op te zetten. Wat je ook ziet, is, ik ga even terug op, op die van de TU Delft, dat veel instellingen nog harder zijn gaan inzetten op dat internationale karakter. Dus dit internationale recrutering, de grenzen vervagen met nationale recrutering. Omdat die instellingen al een tijdje geleden hadden besloten om internationaal te zijn. En dat uit te stralen. En de werving dus ook logischerwijs veel meer in het Engels plaatsvindt. Dit was een master evenement wat je zag. Dus dat is logisch dat dat in het Engels plaatsvindt. Als je nu naar wervingsactiviteiten gaat kijken, dan zie je dat die ook voor de bachelor steeds meer richting Engels, Engelse taal toe gaan. Wat je hier ziet is van het Stalda College, een ROC volgens mij, een MBO-opleiding, als ik het goed heb. Waar ze zo dadelijk starten hier de live studiekeuze tour. Ze hebben leerlingen gevraagd om in een live omgeving met staf, live, dus die studiekeuze tour te doen. Ze gaan dan rondlopen in locaties om die te laten zien. Dit is op Facebook, ook dat kan natuurlijk. En is voor hen denk ik een hele goede keuze om dat op Facebook te doen. Dat hoeft voor een andere instelling helemaal niet de goede keuze te zijn. Dat kan ook op een ander platform. Bijvoorbeeld op Instagram, wat de Universiteit van Amsterdam doet. Ze kondigen aan, als je vragen hebt over het studeren bij de UvA, dan join ons dan om een bepaalde tijd, 1 uur in dit geval, op Instagram live, omdat ze dan internationale studenten klaar hebben zitten, Laura en Nihal in dit geval, om de vragen die toekomstige studenten hebben te beantwoorden. Dus een gepland evenement met geplande onderwerpen op een gepland platform waar mensen naartoe kunnen gaan om vragen te stellen. Dat is eigenlijk zeg maar de variant van de UvA op Instagram van een beurs in het buitenland waarbij je zowel staf hebt zitten als je studenten hebt zitten die wat kunnen vertellen over het studentenleven. Dit is Sri Lekha. Uit India, die op de Instagram-account van de TU Eindhoven aankondigt dat ze een virtual tour gaat doen. Dit is niet een één moment opname. Wat zij aankondigt is, ik heb eigenlijk de komende tijd een aantal activiteiten gepland die te maken hebben met voorlichting vanuit mijn perspectief bij de TU Eindhoven. En daar ga ik je in meenemen. Volg dit account om daarvan op de hoogte te zijn. Dus ook dat is een mogelijkheid. Want dit zijn meeloopdagen. Eigenlijk in Nederland een heel erg sterk instrument om mensen voor te lichten over hoe het is om als student onderdeel te zijn van een bepaalde opleiding aan een bepaalde instelling. Mensen worden uitgenodigd om langs te komen, mee te doen met lessen. En worden door iemand van de opleiding aan de hand meegenomen langs allerlei plekken. En dan worden ze voorgelicht over wat het is om student te zijn. Ook die zijn nu online gegaan. We hebben het dan over geplande en ik vind redelijk massale online rondleidingen. Zittende studenten, ambassadeurs die aanwezig zijn in een groepchat om vragen te beantwoorden over de opleiding, de universiteit en het leven als student. Links zien we Wageningen Universiteit. Die hebben opdrachten, quizzen, geclusterd per opleiding aangeboden, zodat je een afgeschermde omgeving rondom een bepaald onderwerp, rondom een bepaalde opleiding aanbiedt, waar mensen dus beter beeld kunnen krijgen van de opleiding. Rechtsboven is de TU Delft, die heeft online varianten van proefstuderen per faculteit en opleiding aangeboden. En wat je rechtsonder ziet, zijn virtuele rondleidingen van het Eurocollege in Utrecht.
Wat ik nou zo grappig vind aan deze verschillende voorbeelden van het proefstuderen, is van het meeloopdagen natuurlijk, is dat je aan de manier waarop het gepresenteerd is en de manier waarop er gesproken wordt over die opleidingen, al ziet wat voor onderwijsinstelling het is. We zien daar rechts onderin die bewegende jongens heel erg bepaalde manieren van kleden, maar ook een bepaalde manier van dat filmpje opzetten gebruiken. En op die manier eigenlijk de geur, de smaak van die opleiding laten zien. En ook aan de teksten bij de Wageningen Universiteit en ook aan de manier waarop de fotografie van de Universiteit Delft is gebruikt, zie je wat voor soort opleiding het is. Dit is de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wat hebben zij gedaan? Is in Minecraft de campus nabouwen. In normale tijden is het echt voorbehouden aan mensen die vooral het leuk vinden om nerdig bezig te zijn met Minecraft of die gewoon leuk vinden om met computers bezig te zijn. En nu heeft het ook echt een functie gekregen. Dus omdat je niet naar die campus toe kunt, zoek je naar manieren om die campus toch te laten zien. En een manier die aansluit bij je onderwijsinstelling. En in het geval van de Erasmus Universiteit, met name een van de opleidingen, past heel goed bij het in Minecraft zetten van die campus. En past ook heel goed bij de mensen die ze zoeken. Dus daar zit die match. Wie zoek ik? Welk profiel is dat? Wat kan ik doen? Wat past bij de opleiding? De behoefte van de student bij de behoefte van de onderwijsorganisatie halen. Er zijn meer universiteiten, meer hogescholen die hun campus hebben nagebouwd in Minecraft. Een behoorlijk wat jaar geleden zagen we dat natuurlijk in Second Life ook gebeuren. En in andere 3D-omgevingen is dit, in Google was ook een 3D-omgeving, is dit ook mogelijk. Het blijft me helpen, maar toch, ik heb nu wel een beter beeld van hoe de campus van Rotterdam eruit ziet. Dit is een omgeving van Unibody. En deze omgeving geeft de mensen de mogelijkheid, onderwijsinstellingen de mogelijkheid om livestream eigenlijk, rechtsbovenin, te combineren met een 1-op-1 chat en een groepschat of onderwerpschatten. Dus je ziet aan de linkerkant zie je live feeds, eigenlijk rooms, separate rooms, waarbij je voorlichting gaat doen. Dat kan op opleidingsniveau, maar dat kan ook op onderwerpsniveau. Hè? Dus wat is het om in Londen te leven in dit geval? En daar kunnen in die groep chats plaatsvinden tussen de studenten, maar ook medewerkers van de universiteit en bezoekers per room, maar ook overkoepelend. Nou, dit platform faciliteert zeg maar de online variant van kennismaken met de instelling en kennismaken met een opleiding en kennismaken met het studentenleven. Door dat op deze manier aan te bieden. Dus ook weer een bepaald moment dat je dit met elkaar doet. Chatten met ambassadeurs. Live en één op één chatten, ook via dat Unibody platform, waarbij, en dat wordt in Nederland door een heel groot deel, een groot aantal universiteiten en hogescholen al gedaan, met name universiteiten trouwens. Wat doe je? Je komt op de website als studiekiezer. Je ziet dat je contact kunt maken met zittende studenten, met ambassadeurs. En dat kan je op een paar ingangen kun je de relevante voor jouw studenten of voor jouw vraag kun je gaan zoeken. Dus wat is het onderwerp? Area of study. Waar kom ik vandaan? En welk opleidingsniveau ben ik nou op zoek? Dus ik ben op zoek naar een masteropleiding. Vanuit India kom ik en ik ben op zoek naar een opleiding, maar niet echt. De filter wordt ingesteld. Een aantal studenten komen dan in beeld. En we zien hier bijvoorbeeld links van de Universiteit Utrecht, dus de Akash en Lotte. De ene doet game en media technologie, de andere doet kunstgeschiedenis. Je kunt dan nog een beetje lezen over Lotte en over Akash. En direct een chat aangaan. Waarom is dat nou zo krachtig? Omdat we horen dat de studenten uit India het fijn vinden, bijvoorbeeld om met een zittende student uit India te praten over wat het is om als een student uit India aan de Universiteit Utrecht te gaan studeren.
Of als de vraag daarom speelt, hoe is het om die opleiding te doen aan die universiteit? En dan kan het gaan over kamers zoeken, dan kan het gaan over groepsactiviteiten, online natuurlijk. Dan kan het gaan over hoe moeilijk is het om als nieuw student die opleiding te doen, waar loop je tegenaan? Dus dat zijn de sociale vragen die daar gesteld worden. Nou, dit is een systeem wat heel goed blijkt te werken. Waarom? Omdat je op zoek bent naar lotgenoten eigenlijk, toekomstige lotgenoten. En aan wie beter dat te vragen dan aan de mensen die net die reis hebben doorlopen. Dus je hebt mensen aan het begin van de reis die zich oriënteren op de keuze. En je hebt mensen die reis net hebben afgemaakt. Of, en daar kom ik later nog even op terug, is die reis nog volop aan het leven zijn. Dat gebeurt in een afgeschermde omgeving, in een app. Op je telefoon, één op één. Ik praat als Nathan met François over politiek bij een opleiding in Engeland. Maar ik kom uit Frankrijk. Dat sluit heel erg aan bij de belevingswereld van die toekomstige student. Appen, niet bellen, met een student over van alles wat ik gewoon wil weten. Messaging, live chat, privé, persoonlijke hulp. Bijvoorbeeld op WhatsApp, Facebook. Maar het kan eigenlijk van alles zijn. En wat veel instellingen doen, bijvoorbeeld hier bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, is een live chat aanbieden op de website. Hallo, kan ik je helpen? Waarmee kan ik je helpen? En dat kunnen dus allerlei soorten vragen zijn. Maar wel tussen 10 en 4. En dat is op zich jammer, maar het is beter dan helemaal niet. Er zitten mensen achter. Tussen 10 en 4 dus, die allerlei vragen beantwoorden. Dus dat is reactief, interactie aangaan, passief interactie aangaan, op een manier die aansluit bij je doelgroep. Daar komen allerlei soorten vragen binnen, van mensen die vragen hebben over van alles. En de uitdaging voor de instellingen is dus om de backend, om de tweede lijn zo in te richten dat ze die antwoorden ook kunnen geven. En kunnen geven in het tijdsbestek die bij een chat hoort. En dat is snel. Dat is echt snel. Want mensen zijn gewoon gewend om direct antwoord te krijgen en willen dat ook eigenlijk direct krijgen. Uiteraard kun je wel van deze live chat naar een ander kanaal toe, waarbij die tijdsfactor iets minder speelt. E-mail bijvoorbeeld, misschien WhatsApp. En daar dat gesprek doortrekken. Op die live chat kun je dan, omdat je 24/7 bereikbaar wil zijn, ook een persoonlijke hulp inzetten. Nou, dat kan op een paar manieren. Dus je gaat, even terug, dus je gaat die live chat, de echte levende mensen die een serviceverlenende functie hebben, ga je combineren met een niet levend persoon die ook een serviceverlenende functie heeft. Persoonlijke hulp 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar. Dit is het Nova College, een MBO in het noorden van Nederland, in Haarlem en omstreken. Waar die chatomgeving en de live chat met elkaar gecombineerd zijn. Waarbij het Nova College ervoor kiest van kunnen we je helpen bij je studiekeuzeadvies. En een gebruiker die klikt door een aantal mogelijkheden die hij heeft. Om op die manier al een aantal van de vragen, frequently asked questions, af te vangen van potentiële studenten die zij krijgen. Dit is nu natuurlijk een MBO-college, een MBO-opleiding. Het maakt op zich in principe niet zoveel uit wat voor opleiding dit is. Dit kun je altijd gebruiken. Op het moment dat die bot het antwoord niet meer weet, die persoon niet meer verder kan helpen, wordt overgegeven aan een echt persoon. Een echt persoon zeggen wij dan altijd. Een levend persoon. Zodat je, die levend persoon, kan dan ook zien welke pad die gebruiker al heeft doorgelopen op die chatbot. En kan het daar al pakken. Dus hij gaat niet nog een keer dezelfde vragen stellen. Dus die funneling van het moment dat die potentiële student gaat kiezen voor die opleiding, die wordt ook ingezet door die bot. Een ander soort bot is dit is van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Waarbij zij heel veel vragen kregen van buitenlandse studenten van hoeveel college geld ga ik nou eigenlijk betalen. Op zich is dat niet zo'n lastige vraag, maar het niet dat dat er heel veel variaties heeft. Waar kom je vandaan, wat voor vooropleiding heb je gehad, neem je studiebeurs mee, naar een heleboel vragen, waardoor het proces een heel erg arbeidsintensief proces werd. En zij hebben dus een bod gemaakt waarbij iemand aan de hand van het maken van een aantal keuzes direct wordt geleid naar hoeveel collegegeld ga ik nou eigenlijk betalen in mijn situatie. Scheelt ze heel veel tijd, deze. Een takeover, een inkijkje in het studentenleven bij een bepaalde opleiding. Dit doet al een groot aantal instellingen in Nederland. En we zien nu dat dat heel erg goed helpt bij het profileren van de opleiding en de studenten die die opleiding doen. Aan de linkerkant zie je Maastricht, die studenten antwoord laat geven op Instagram. En dit is de Business and Economics Instagram account. En iemand pakt dan gewoon een week de gegevens van het account over. En hij bepaalt een hele week lang wat hij daar op dat account laat zien. Dus een kijkje in het leven van die student bij die opleiding vanuit die student. Dat doet rechtsboven, doet de TU Eindhoven doet dat ook. Die doet het nog veel vrijer dan andere universiteiten in Nederland. De Universiteit Eindhoven zegt, het maakt ons niet uit wat je plaatst, als je maar dingen plaatst die te maken hebben met jij als student. En zij zijn daar in Nederland wel de voorlopers van andere instellingen, zijn veel sturender in wat je daar kunt doen. Ik heb dat bij Delft ook wel eens gedaan en dan kwam er een instructie waarbij daar wel in stond, niet te veel bierfoto's en niet te veel foto's in de nacht. Dat is een keuze. De Universiteit Eindhoven doet het op deze manier. Wat je rechts onderin ziet zijn combinaties eigenlijk. Dat zijn Instagram takeovers van studenten van de bepaalde opleiding, Friesland College, Universiteit Groningen, op Instagram, waarbij ze live, dan wel niet live, ingaan op een bepaald onderwerp. Dat onderwerp is van tevoren bedacht en je kunt dan dus kiezen van ga ik deze student over dit onderwerp, over deze opleiding op Instagram volgen. En dat doen ze dus in, dit zijn stories. Instructievideo's omdat er geen balie meer is. Dit is studentendecaan Lotte. En Lotte vertelt over wat het proces voor het aanmeldproces nou eigenlijk inhoudt om bij een opleiding van de Saxion Hogeschool om dat te kunnen doorlopen. Mensen kunnen niet meer naar een balie toe komen, maar worden op deze manier geholpen bij dat proces. Wat leren we hier nu van die online voorlichtingsactiviteiten? Veel online varianten van bekende offline. Evenementen, online tours, inzetten van studenten als ambassadeurs in de voorlichting naast je medewerkers en extra hulp door online instructies, bots en online hulp via chat bijvoorbeeld. Ik ga nog dingen laten zien van de introductieperiode, omdat we vinden dat die recrutering doorloopt in deze periode. Dat komt omdat de community building. Dus het vormen van een groep, een hechte groep studenten die betrokken zijn aan een opleiding, doordat online minder wordt, minder goed. En die introductieperiode en ook de tijd die daarna komt, onderdeel zou moeten zijn wat ons betreft van het hele recruteringsproces. In dat eerste jaar gaan er meer mensen afvallen doordat die community building minder is, denk ik. Dus waarom niet doortrekken? We hebben dit bijvoorbeeld gezien, een online festivalterrein bij Saxion linksbovenin met quizzes, muziek, maar vooral ook om je buddies te leren kennen, met humor, ook met catering. Al erg grappig wel, detail van deze omgeving is dat als je klikt op het food court middenin boven, het busje, dat je wordt gelinkt naar een thuisbezorgde functionaliteit in Nederland, is dat thuisbezorgd.nl. Wat je ook ziet is de voorlichtingsactiviteit toch op gepaste manier met afstand
proberen om die offline vorm te geven. Dus heel veel van die introductieactiviteiten gebeuren wel, maar op een aangepaste manier. Veel arbeidsintensiever, kleinere groepen, grotere afstand, maar wel doen. Wat je ook ziet is, dit is de Rijksuniversiteit Groningen, die mensen oproept, en dit is een oproep van Buddy Zijn, om internationale studenten te begeleiden in die eerste periode, in die eerste 3 maanden nadat ze starten, met het zijn van een student aan de rug, aan de Rijksuniversiteit Groningen, omdat het die periode gewoon heel belangrijk is om onderdeel te worden van die community. We zetten daar dus huidige studenten voor in. Het is weer een landelijk initiatief, dit kanaal van de VSNU, de EVKI van de VLUR, de VLHUR, in Nederland, de Vereniging van Studenten. Ik weet niet waar de afkorting voor staat. Nederlandse universiteiten. Nu Nederlandse universiteiten die een verzameling hebben gemaakt van de starten van de Nederlandse universiteiten. De opening in het academische jaar, OAJ Festival. Dit is een online game die de Rijksuniversiteit Groningen en de Hans Hogeschool allebei in Groningen hebben gemaakt, waarbij ze de stad Groningen laten zien. Een introductie in de stad Groningen op een online manier en op een game manier, aansluitend bij die doelgroep. Om de studentenstad te leren kennen. Dit is de Euraweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgens mij Hogeschool Rotterdam. Een hybride manier om online introductie te gaan doen. Het is dus online en offline loopt ook in elkaar over. En de Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam laten op die manier zien dat ze ook als instelling in staat zijn om aan te passen. Dus dit filmpje wordt zowel gebruikt bij die introductieperiode, maar beslaat ook beelden, dus beelden die al gemaakt zijn in die introductieperiode. Dus de twee Rotterdamse instellingen zijn in staat geweest om al heel snel te schakelen en dat ook te vertellen in het verhaal wie ze zijn. De introducties, blended evenementen. Door eerst online community building gemakkelijker te maken, is het volgcontact eenvoudiger. Vooral in de open lucht, live uitzendingen via Instagram, Facebook, YouTube en eigen kanalen. Oké, daar zijn we dus nu. Zijn we gaan kijken naar wat betekent dat nou eigenlijk theoretisch gezien? Dus die online student journey, het doorlopen van die verschillende fases. Dit geeft ons de kans om dat proces opnieuw te bekijken. Nou, dat hebben we gedaan. En we zijn daar nog volop in bezig. Hè. We gaan de komende tijd nog verder werken aan de persona's van de doelgroepen. We gaan interviews doen met eerstejaarsstudenten. Wat ze vinden van het online proces dat ze net doorlopen hebben. En de keuze die ze gemaakt hebben. Wat hebben ze daarin gemist? Wat was daarin te veel? Dat gaan we allemaal nog verwerken. Dus het is nog niet af. Dus een sneak peek in wat we denken dat het zou kunnen worden. Wat hebben we nou gedaan? Ik lees even door. Die fases die staan aan de linkerkant, gebrek aan verkennen en vergelijken, die zijn net allemaal voorbij gekomen. En we zijn per fase gaan kijken, oké, wat zijn nou eigenlijk de gedachten van die aankomende student in zijn of haar leven? En welke vragen spelen dan een rol bij dat proces dat uiteindelijk leidt tot een keuze voor een bepaalde opleiding aan een bepaalde instelling in een bepaald land? Dus daar komt ongeveer bij overwegen welke instelling kan mij het verst brengen. Welke criteria zijn doorslaggevend voor mijn keuze? Ik ga hier heel snel doorheen. Je kunt daar later nog zelf een keer doorheen gaan. Bij dit inschrijven, ik neem de stap definitief, ik betaal college geld. Dit is het moment dat iemand van potentieel student naar student gaat. En alle gedachten die in die fases daar een rol spelen en wat ons betreft dus tot het eind bij recrutering horen. En ook dus op die manier door de instelling zou behandeld moeten worden. En hier is het eind is het bevestigen, heb ik het gehaald? Wat moet ik nog doen om het eerste jaar goed af te ronden? Ik moet daar toelichten dat in Nederland is het gewoonte om in het eerste jaar, tegen het eind van het eerste jaar te checken hoe goed de student is geweest in dat eerste jaar. En ook
of het de moeite waard is om die student door te laten gaan naar de rest van de opleiding. We noemen dat de studiekeuzecheck. En omdat die studiekeuzecheck zo hard in dat proces is ingebakken, is het wat ons betreft ook tot aan dat moment dat het wervingsproces loopt. Vind ik het leuk om hierin door te gaan. Vervolgens zijn we de behoeftes van de student en de belangen van de instellingen in die opnieuw diezelfde fases tegen elkaar uit gaan zetten. Dus de behoeftes in het ontdekken, ontdekken wie ik ben, ontdekken wat ik in de toekomst wil ten opzichte van die van de instelling, zoveel mogelijk kandidaten bereiken, informeren, enthousiasmeren, vindbaar zijn en zichtbaar zijn, op elkaar gematcht. Wat krijg je dus dan? Dat je die twee met elkaar kunt gaan matchen op manieren zoals je de marketing, online marketing kunt inzetten per fase, per doelgroep en per kanaal, passend op elkaar. Op die manier weer dat proces efficiënter te maken. Dat doe je voor al die verschillende onderdelen van dat proces. Bijvoorbeeld, hier zit hier weer die check die in Nederland is ingebouwd. Tussen besluiten, aanmelden zit daar eigenlijk, en checken. En wederzijds gecheckt dat de keuze de juiste keuze is geweest. Dus daar zit hij voor het daadwerkelijk inschrijven. En inschrijven het moment dat je collegegeld van A naar B gaat. En de start van de opleiding. En die zit namelijk hier. Voorbereiding, het opstarten en het daadwerkelijk aan de slag gaan. Aan de slag gaan begint de studie. Opleiding. En in deze fases is eigenlijk het gat tussen de keuze die je gemaakt hebt als student en de daadwerkelijke start aan de opleiding. Daar zitten die activiteiten die te maken hebben met een introductie, zitten in deze fase. Hier zit het daadwerkelijk studeren en daar staat belangen van de instelling inzetten als ambassadeur voor de opleiding. En daar zie je dus dat de bewustwording van studenten die een opleiding doen, belangrijk zijn voor de communicatie over die opleiding. Dus we hebben in de aanloop gezien dat studentenambassadeurs eigenlijk voorlichting doen namens de opleiding. Dat betekent natuurlijk dan dus ook dat je die nieuwe studenten gaat klaarstomen voor als ambassadeur voor die opleiding. En dan zie je bij bevestigen dat de instelling de studenten wil gaan inzetten voor ambassadeur als vakgebied. Dus dat is eigenlijk nog een stapje verder. Hè? Dus opleiding en vakgebied. Ik wil ambassadeur voor de opleiding en het instituut. En daarna word je ambassadeur voor het onderwerp, voor het vakgebied. Nou, deze zijn we in een marketingmix gaan zetten. En dan krijg je zo'n soort overzicht. Waarbij we eigenlijk per middel, bovendien staat de website, gaan kijken in welke fases kun je die nou het beste inzetten. Website, Google Ads, online studieomgeving, maar ook e-mail marketing en die studie buddies, geur en smaak. Maar ook, ik ga even te ver. Bijvoorbeeld, waar zet je die stories nou eigenlijk in? Die zijn we gaan clusteren omdat we behoefte hadden om bepaalde soorten van online communicatie bij elkaar te clusteren. En je ziet hier dat we categorieën die te maken hebben met conversie, daar bedoelen we terechteren, ontdekken, relevant maken, opmerkzaam maken van het bestaan van. Die hebben we rood gemaakt. In blauw hebben we dingen gemaakt die te maken hebben met reputatie. Groen is helpen, hulp bieden bij. Geel is community. En toen stond het een beetje door elkaar heen, hebben we het bij elkaar proberen te clusteren. En je ziet dan langzamerhand al wel dat bepaalde dingen in bepaalde fases belangrijker zijn. Dus er komt een bepaalde flow in die middelen die je kunt inzetten in die verschillende fases. Wat we ook zien nu, dat we, ik heb een blok gezet aan de linkerkant en aan de rechterkant. Een rood-roze-achtig blok rondom traditioneel gezien de marketingactiviteiten die bij marketing- en communicatieafdelingen thuis horen. En aan de rechterkant een groen vlak rondom de activiteiten die normaal gesproken bij studiekeuze, bij onderwijs- en studentenzakenachtige organisatorische eenheden terechtkomen.
En mijn punt wat ik wil maken eigenlijk is omdat je heel veel van de activiteiten ziet doorlopen van de ene afdeling naar de andere afdeling, dus dat je daar moet gaan samenwerken. Dat die scheiding vinden we tussen die afdelingen misschien wel schade berokkend aan het proces van binnenhouden, binnenhalen en binnenhouden van je studenten, als je niet op een goede manier met elkaar samenwerkt. Ik heb nog één afbeelding en is dat we daarna hebben geprobeerd van oké, als je nou kijkt naar massacommunicatie en als je kijkt naar één-op-één communicatie, hoe zitten die dan gerelateerd aan die marketing funnel? Die marketing funnel staat iets onder het midden. En je ziet dan weer die verschillende fasen van het online student journey, ontdekken, verkennen, vergelijken staan en aan de rechterkant bevestigen. En je ziet dat die het aantal, het volume eigenlijk steeds kleiner wordt naarmate hij naar rechts toe verschijnt of verplaatst. Nou, wat zijn nou de conclusies uit dit model? Volgens ons moet je dus werken vanuit de behoeften van het model, van de student en van de organisatie. Community vorm is lastiger. Wervingsproces doortrekken tot tijdens de studie. Als je teruggaat naar die gele, dan zie je dat bij studentambassadeurs tot en met de inschrijving en studiebuddies, een online studieomgeving, vanaf de inschrijving belangrijk zijn. Zitten het behoefte van studenten om met elkaar een bepaald onderwerp te bespreken en daarna te doen, is groot. En omdat je dat niet meer of minder in ieder geval fysiek kunt doen, moet je daar online oplossingen voor bedenken. De conversie, de aanloop naar de keuze en de match is nog meer online en kan en is altijd. En er zijn clusteringen rondom conversie, reputatie, hulp en community. Ik sluit af met de 4 tips. Volgens mij heb ik nog 2-3 minuten. met betrekking tot online reputatie. Wat je volgens ons moet doen, is die online reputatie duidelijk vertellen. Duidelijker profiel opzetten en altijd vertellen. Daardoor wordt je match makkelijker voor die studenten, maar ook omdat je als onderwijsinstelling goed je verhalen vertelt, kun je heel goed uitleggen waarvoor je wel en waarvoor je niet bij de instelling zou moeten zijn. Die reputatie die moet je ook op een goede manier monitoren met de goede tools. En je moet goede interactie aangaan om die reputatie te managen. En dan moet je goede content creëren die de reputatie onderschrijft op relevante platformen. En dus ook op socials. Reputatie is altijd, het hele jaar door en 24 uur per dag. En nu kom ik weer op een punt waar organisatie een belangrijk punt is. Namelijk, dit soort activiteiten worden normaal gesproken binnen universiteit en hogeschool door een corporate communicatieafdeling gedaan. En niet door een marketingafdeling. En dat is wat mij betreft, moeten we dat doorbreken. Dus reputatie is enorm belangrijk voor recrutering en moet worden gedaan door de hele instelling en door de hele instelling op dezelfde manier die verhalen vertellen. En werken met ambassadeurs is volgens mij en volgens ons heel erg belangrijk. Maar waar moet je dan aan denken? Die potentiële student maakt contact met de toekomstige student of een student uit het land van herkomst, een toekomstige studiegenoot. Het is een veilige omgeving, één op één, of het zou een veilige omgeving moeten zijn die aansluit bij de belevingswereld van je doelgroep. Het helpt bij het vragen van het gevoel van horen bij, dus die geur, dat gevoel. Dus niet bij de feitelijke communicatie, die informatie, die krijg je van de staf. En die is niet per se, kan wel, ambassadeur van de instelling. Je moet de juiste persoon kunnen vinden binnen je instelling die dat kunnen. Dus je moet die ook opleiden. Hoe werkt dat dan om ambassadeur te zijn? Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? Student-ambassadeurs worden studiebuddies. Dus je ziet ook heel veel gebeuren dat diezelfde student-ambassadeurs van een bepaalde opleiding, dat die gewoon communicatief vaardig zijn en dat ook goede ambassadeurs zijn, goede buddies zijn van die studenten in dat eerste proces. En ja, dus ook voor kunnen zorgen dat ze het eerste jaar met succes afronden. Het vervroegt het community gevoel en het dicht het gat tussen de inschrijving en het start van de studie. Online voorlichtingsmomenten.
Organiseren en blijven doen. Ja, moet je blijven doen. Combineer dan wel livestreams met chat, groepschat en één-op-één chat voor de specifieke vragen, maar ook voor de algemene vragen. Daar moet je wel je huidige studenten bij uitnodigen en daar is het ook verstandig om ook je staf, je medewerkers bij uit te nodigen voor andere soorten vragen. Daar komen ook de ouders bij kijken, die hebben andere vragen en die moeten dus op een andere manier bediend worden. Maar die zitten wel samen in zo'n moment. In zo'n voorlichtingsmoment is het ook belangrijk om die campus te laten zien. En dan ook dus de online variant van de campus te laten zien. Ruiken en proeven. Ik benadruk het maar, dat ruiken en proeven zijn dingen die je niet verwacht bij een online omgeving te kunnen doen. Maar door daar aan te denken, kun je aspecten van je campus naar boven proberen te halen. Die community, die plek kenmerken. Ik weet dat dat een lastige stap is. Elke dag een open dag. We hebben een aantal van de Nederlandse universiteiten en hogescholen gehanteerd de afgelopen tijd. Dat zie je ook, dus dat het moment van de voorlichting minder zeg maar een moment is, omdat er geen open dag fysiek meer is. En die voorlichting dus eigenlijk uitgespreid wordt over een langere periode. Combineer 24/7, 365 voorlichting met online serviceverlening. En die online serviceverlening is de derde tip, vierde tip. Webcare noemen we dat in Nederland ook wel eens, maar ik merk dat dat een Nederlandse term, of dat het een Engels woord is, is. Die studiekeuze helpen, studiekiezer helpen om keuzes te maken. Bijvoorbeeld met quiz of met tests. Op allerlei kanalen. Zijn waar je doelgroep is. Maakt niet uit. Jij moet daar gewoon zijn om antwoorden te geven op de vragen die ze hebben. En die serviceverlening kun je combineren met bijvoorbeeld bots. Dit waren mijn 90 slides. Op deze slide in de notities staat het telefoonnummer en mijn e-mailadres. Rob@manspira.nl. Maar volgens mij gaan we eerst naar vragen. Dankjewel Rob voor deze uitvoerige en heel boeiende presentatie met vele goede voorbeelden. Ik heb in de chat al meteen een eerste vraag gezien passeren van Chris Achten van de Karel de Grote Hogeschool. Chris stelt de vraag dat het hem opvalt dat je eigenlijk het verhaal van de online recruteringsfairs, dat ontbreekt in je presentatie. Bedoel je dan daarmee dat we niet meer moeten deelnemen aan die virtuele fairs, dat die hun doel niet bereiken? Of is het gewoon omdat je inzoomt op wat de instelling zelf organiseert? Ja, ik heb het over de dingen die de instelling zelf organiseert, inderdaad. Ik zou zeker meedoen met de overkoepelende georganiseerde internationale fairs die georganiseerd worden. Ik heb net begrepen dat dat meer fairs worden waarbij het land wordt vertegenwoordigd en niet zozeer waarbij je je eigen instelling kunt vertegenwoordigen. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Dat kan allebei. Wij nemen natuurlijk namens Study in Flanders deel aan fairs voor het hele Vlaamse hoger onderwijs. Maar de individuele instellingen kunnen ook inschrijven op online fairs. Dus dat kan beide. Oké. Weet ik niet zeker of dat ik de vraag goed begrepen heb, want je geluid viel een beetje weg. Kun je nog een keer herhalen? Dus ik zei dat wij namens Study in Flanders deelnemen aan virtuele beurzen voor het hele Vlaamse hoger onderwijs, uiteraard. Maar dat individuele instellingen ook kunnen deelnemen aan die internationale online fairs. Dus dat is hun eigen keuze of ze daar met een aparte, erkende virtuele stand dan willen staan. Of onder de koepel van Study in Flanders. Maar voor de organisatie van de organisatoren van de fairs kan het allebei. Ja, ik zou zeker als er initiatieven zijn en er is vraag naar, daar komen internationale studenten. Ik zou alles op alles zetten om zoveel mogelijk studenten, potentiële studenten te bereiken. Ik denk wel dat zijn dus de vertalingen van die internationale fairs naar een online omgeving. Daar zullen minder mensen bij aanwezig zijn dan bij die fysieke fairs.
Dus je zult, denk ik, wel aanvulling moeten zoeken bij andere manieren om je potentiële studenten te bereiken. Ja, dankjewel voor het antwoord. Dan hebben we nog een vraag van Thomas Buurman van de Universiteit Gent. Je hebt meermaals gezegd dat 24 op 7 en heel het jaar door beschikbaarheid belangrijk is. Hoe krijgen de Nederlandse instellingen dat voor elkaar? Wordt er gewerkt met automatisering of hebben ze daar veel meer middelen voor? Want het is toch een grote inspanning, hè, voor een hoger onderwijsinstelling? Ja, er is een combinatie van. Dus aan de ene kant de voorlichting naar andere kanalen te verplaatsen. Hè, zoals dus meer informatie op een andere manier informatie aanbieden op de website. Maar ook op Instagram en op Facebook en op LinkedIn. En het maakt niet uit waar. Daar een soort continue stroom van voorlichtingsactiviteiten organiseren. Maar aan de andere kant is het ook het automatiseren van het serviceproces. De balie, zeg maar, het contactpunt, zo open mogelijk stellen. Dat kan door de combinatie van bots en een andere manier van het afhandelen van antwoorden. Maar ja, het kost tijd en ja, daar heb je mensen voor nodig om dat te kunnen doen. Sterker nog, dat is wel een vak apart ook, om dat te kunnen doen. Dus daar moet je ook mensen voor opleiden. Wat de fout die veel instellingen maken, geneigd zijn te maken, is om daar bijvoorbeeld de baliemedewerkers van een bibliotheek voor in te zetten. Maar die hebben geen affiniteit met de online kanalen die zijn, zeg maar, heel plat gezegd hoor, gewoon gewend om mensen aan de balie te krijgen, om die te helpen met de vraag die ze hebben. En kunnen moeilijker de stap maken naar, om dat te doen op WhatsApp bijvoorbeeld, is best wel een ander ding. Dus dat moet je ze echt wel bijbrengen. Maar de allergrootste uitdaging is nog eigenlijk daarna. Er komt een vraag van een potentiële student. En daar weet degene die zeg maar die baliefunctie beheert op dat moment niet het antwoord op. En wat doe je dan? Want dan heb je de rest van de organisatie nodig om dat antwoord te geven. En waar het misgaat, wat mij betreft, is het feit dat degene die vragen stelt heel erg veel verder is in online communicatie. Jonger, veel meer gewend aan WhatsApp, veel sneller. En die wil nu een antwoord. En wij, mensen van een universiteit, van een hogeschool, vinden dat tussen 9 en 5 moet. En dat het in het weekend niet hoeft. En ik overdrijf de boel een beetje. Maar daar zit een groot gat. En dat gat moet je wel proberen te slaan. Te slechten eigenlijk. Om die serviceverlening op een niveau te krijgen waarvan dat verwacht wordt van jouw doelgroep. En dat is niet anders. Het maakt het alleen maar lastiger eigenlijk bij internationale recrutering, omdat je dan natuurlijk met een tijdsverschil zit. En iemand uit India stelt midden op de dag een vraag, maar dan is het bij ons midden in de nacht, bij wijze van spreken. En ook die verwacht dan nu een antwoord. Sommige van de hoogonderwijsinstellingen hebben geëxperimenteerd met 24 uur iemand achter zo'n servicekanaal zetten. Daar zijn ze wel redelijk van teruggekomen. Want dat is echt heel arbeidsintensief. Sommige instellingen hebben ook geëxperimenteerd met studenten inzetten achter het servicekanaal. Dat is goed werkbaar. Die zijn betaalbaar en die kun je ook 's avonds inzetten. En die kun je ook op momenten inzetten dat het voor ons ondoenbaar is. En die zijn altijd beschikbaar. Kunnen ook tijdens een college bijvoorbeeld een antwoord geven. Kan best. Ik weet dat het niet goed is, maar het kan best. Dus dat is ook een manier. Maar je kunt ook dat proces proberen te ondervangen door iemand die een bepaalde vraag heeft op te vangen met een bot. Hè? Dus bijvoorbeeld een internationale student heeft een vraag over dat hoogte van dat collegegeld bijvoorbeeld. Dat kun je automatiseren. Ja, dan de laatste vragen over e-mailcampagne. Soms wordt gezegd, studenten lezen geen e-mails, maar Thomas Buurman stelt toch de vraag of je dat nog zinvol vindt. Zijn we de indruk dat het
eigenlijk toch nog wel werkt. Er zijn nog enkele vragen, dus misschien eerst een kort antwoord op deze vraag. Ik denk dat inspanning met e-mailmarketing nog steeds werkt. Maar wel, je moet wel heel goed kijken in welke fase van het keuzeproces iemand moet zitten om dat nog effectief te laten zijn. Dus iemand die net voor het punt zit om de keuze te maken voor instelling A of instelling B, die wil graag horen waarom hij of zij de keuze voor of A of B zou moeten maken. En die is niet meer geïnteresseerd in die stories bijvoorbeeld, of die is niet geïnteresseerd in wat betekent dat nou voor het aanmeldingsproces. Want die zit in een andere fase. En dat is het probleem met e-mail marketing, is dat het één of veel is en dat je dan heel algemeen wil blijven met je communicatie. En dat sluit niet altijd aan bij behoeften. Ja, en dan nog een laatste vraag. Er zijn nog meerdere vragen, maar ik heb er nog eentje uitgepikt. Je hebt heel een vraag van Annelies Verdolagen van de Universiteit Gent. Je hebt heel erg ingezoomd op look and feel, voelen en ruiken. Of proeven en ruiken. Maar, dus de studentenervaringen, link met de studentenstad. Een luisteraar heeft het gevoel dat de kwaliteit van de opleiding dan misschien wat minder belangrijk lijkt voor die toekomstige studenten. Dat is misschien niet helemaal zo, maar hoe moeten we die verhouding dan zien? Ja, voelen en proeven en ruiken gaat ook over de kwaliteit van de opleiding en over de kwaliteit van de docenten. Hoe zitten veel commentaar bijvoorbeeld op de manier waarop een docent lessen doet. Dat gaat over de onderwijskwaliteit, maar dat wordt ervaren als, door een student als goed of als slecht. En dat heeft invloed op de reputatie van die onderwijsinstelling. Want die personen gaan dat gewoon vertellen op hun eigen kanalen. De onderwijskwaliteit is zeker belangrijk, maar als wij als marketeers van een onderwijsinstelling gaan vertellen dat is een goede opleiding, dan heeft het eigenlijk nul waarde. Want ik zit al lang niet meer in die doelgroep, ik ben 49. Dat is gewoon niet geloofwaardig meer. Dus als een zittende student, die dus in de praktijk heeft meegemaakt hoe het is om die studie te doen aan die instelling, gaat zeggen, dit sluit echt aan bij mijn belevingswereld, bij mijn behoeften, bij mijn vakgebied, bij mijn leerproces. Dan is dat heel waardevol. En, ik zoom zo in op, op die aspecten, omdat dat ongrijpbare aspecten lijken. En dat is het denk ik niet. Ja, dan gaan we nu over naar de volgende spreker. Straks is er nog tijd voor het vragen stellen. Dus dan kunnen we aan beide sprekers nog vragen stellen. Dus ik geef hierbij het woord terug aan Thomas, die onze volgende spreker zal inleiden. Hartelijk dank alvast, Rob, voor de uitvoerende presentatie. Graag gedaan. Oké. Dank je wel, Renilde. Dank je wel, Rob. I will now switch to English, and our next speaker, although he's French, will also address us in English. I'm introducing Olivier Chisportiche, and he's the Marketing and Scholarship Director at Campus France. Most of you will know Campus France from their presence at B2B and B2C fairs. For the ones who don't know Campus France, I quickly introduce it. It's a public institution in charge of promoting French higher education abroad and welcoming foreign students and researchers to France. It encourages international mobility and manages scholarship programs and the alumni network of students who have studied in France. Campus France also assists French institutes of higher education and research bodies in their international development strategy. Olivier will explain how Campus France supports French higher education institutions to quickly adapt their recruitment strategy for international students. He will talk about the challenges and solutions and for higher education institutes to increase their attractiveness to the international student population. Olivier, thank you for joining us. Olivier doesn't have a presentation, so I suggest that we put
him on the video. Otherwise, it's a little bit strange to only watch this slide and with no moving image. So I don't know if Lieve or Olivier himself. Yeah. Thank you. There you are, Olivier. Can you hear me? Yes, we can. Yes. So go yes. Ahead. Thank you. Thank you very much. I'm sorry for my also I didn't bring any presentation. I thought maybe because it's a short presentation, it's a short moment, it's better to interact and to talk more like naturally, I would say, without any support. Who's everybody's trying to read on the on his computer. So thank you, Liv. Thank you for this invitation. We are always very happy to collaborate with our partners from Belgium and especially from the Flanders part of Belgium. It's always very important for us to define a European approach in a way that European institutions, universities and schools are well represented abroad and together, because we are doing many things together in the case of the European Commission. So I think you presented briefly Campus France. I just wanted to remind you some little things. Campus France is actually a government agency. We are promoting French air institution abroad. It depends on Ministry of Foreign Affairs on one side and Ministry of Higher Education and Higher Education Research and Innovation Ministry from the other part. We actually work on the two legs, I would say, bases. We have one from one part, 245 offices abroad. These offices are located in the French embassies, not exactly French embassies, but more like if you're familiar with the Alliance Française abroad or the Institut Français, French Institute. So we are well represented in the world, and of course it's quite efficient and very important and strategic tool for us to work on this specific moment of pandemic. So one leg is this one, and the other leg is exactly the other leg is our network of French higher education institutions. They are members of Campus France, so it means that they really are inside our operation and inside our forum, giving us advice with commissions twice a year. We have a big forum and we can exchange about many, many, many things, PhD level in recruitment, campus online, campus abroad. Well, all these things. So this is well a very brief and rapid and quick presentation. As I understand, you wanted me more to explain about Campus France and French higher education institutions actions, activities in this very specific moment. I'm afraid I won't be so much original, and even if I didn't understand the previous presentation, but I understood, and the words that I could understand was online, online, online. So obviously online is a key word, but it's true that maybe unlike your system, because it's a central with Campus France, it's a central and a public, a government system agency. It's true that it helps in a way that we can give and provide tools and communication
support to all of our members, to all our universities and school. And it started before the pandemic, the COVID crisis. We actually launched last year an international campaign about France, about attracting students, international students coming to France. And it was the first time, paradoxically, it was the first time that Campus France was doing this kind of thing in a such big scale. And it was very easily named Bienvenue en France, welcome to France. And we were working with alumni, with real people, not actors, real people that could testify about their experience in France. And well, something quite big and quite effective actually. And that was able to, and our offices abroad were able to do it and take it and make it more adapted to the local context in every country. So it was before. So we decided in the name of all our institutions and to build up a new campaign with a crisis, and the name and all the things we've been settling was about reassuring the students, international students to come to France, reassuring them that the French higher education institution expected them to come to France for this September. And that was all our message, and about safety, about health condition in France, about all what was doing, what has been done to protect and to avoid. And well, it was very important, obviously. It was more a message towards Asia, which was very cautious about this thing. And it was important just also to reassure about what France, but also Europe in general, was doing to protect and to make it the safest as possible for international students. So that was important. But remember that France is attracting, most of its international students are coming from Africa, Maghreb, and of course Sub-Saharan Africa. So it was a little bit different because actually they still want to come to France, and we've not been so much impacted in a way than other countries which are really relied on Asia, on China, on these kind of countries that are very very careful and cautious about the pandemic and these kind of things, and about the message we were through. So it's we have to think about different messages according where we were doing or in which public we were dealing with. So this new crisis communication was launched everywhere too, so in order that the international students know that we want them back to France, we want them in the French institutions, universities, and also we build up an online catalog. It was very important to tell them that, because of course, at that time in March, April, May, we didn't know what was going to happen. And actually, the worst version we were thinking of is happening now, which means that it's still very complicated to fly to France, to cross the borders, and to make everything compatible. But at the same time, the good thing, the government decided to include international students as one of the option to be able to enter France from any country. There's no, of course, there's some of them has to go through a test, COVID test before. They have to stay in quarantine 14 days when they arrive.
of course, for some countries, from the green to red countries, we have to adapt it. But every country is, every student from every country is allowed to come to study in France. And that's the message that we are doing now, in order that they are not afraid of going to France, despite they know or they think that they think that France is closed or Europe is closed. So this is something very important to know, to spread as an information. And of course, and then I'm getting maybe more precise on what is the topic of this workshop, this seminar you're doing. What we're doing for the universities and school of campus from camp, members of Campus France. Well, we have transformed all our fairs into virtual fairs. We are working a lot with our embassies in order to organize some workshop. Virtual workshop about such and such country, just to inform every 2 months how is the situation in China, how is the situation in Brazil, how is the situation in India, how is the situation in Russia, in order that the French higher education know about the situation and can make a different approach. But it's more on a information level. It's not about recruitment. It's more like the French cooperation agency, the French cooperation attaché, or is giving some information about the market of China right now, how it works, how are the universities closed there, how can they make some marketing. So it's very decentralized information and direct communication and exchange between our Campus France offices and the institutions in the framework of a workshop online. But also of course, we organized a lot of virtual fairs. Those are which was supposed to be in a presential mode before that finally transformed into a virtual fair. We had a lot in Latin America like that, with some classical organizers, fair organizers from there. They offer us different ways to talk to the students directly and in the framework of a virtual fair with booths or without booths anyway. So it's depending on the interest of the institutions. You know that in France you have grandes écoles or schools, and you have universities, and universities maybe are less in a dynamic approach to recruit international students, because they don't have a financial interest right now. So they're more interested into developing exchange programs, and they are in contact with their partners worldwide, and try to securize to make it work in the condition right now, this exchange program. And we have the schools, private schools, most of them, and they need really international students. Their economic model is suffering a lot right now. And the truth, I was talking to the Conférence des Grandes Écoles yesterday, and actually they do have a lot of international students right now. I mean, all this work of visibility, of communication, of reassurance, of telling them, we want you, we need you, we will make all our possible to even to make not maybe in September, but in mid-October, that's what we are saying right now, to the international student, in order that you have time to come, in order that you have time to get your student visa. All these messages at the end,
managed to quite similar number of international students as last year, and that's quite a good news. And also, I would say that we as Campus France develop a real online and of course social media campaign a lot, and also, and which was quite new from last year, it was not launched for, I mean, it was launched 2 years ago, but really operational right now. It's what we call Campus France Live, or Facebook Live, as you're more familiar with. And it's very important. We asked one of our members to come in our recording studio, and we, with the support of our networks, and depending on the interest of the institution, we contact our networks, our offices, that, and at the end we have a Facebook Live with answering the question of this international students, and it works quite well. And of course, it's one of the thousand ways of online online possibilities. But what I wanted you to be sure about is we actually we're doing our best with all the virtual solutions. Some of them are working good, really some of others are really bad, and we had a bad experience this past 5 months, but others quite well. So we have to do this analysis. We have to work together with our counterparts in Europe to know exactly what is going good or not, because we, yes, it's and it cannot be only this. It has to be a mix from now on. It has to be with presential to contact, to meet people. And this is something that we realize right now. It's like, of course, it's good, and now we're more active and efficient in this new virtual modes, dual modes, even for the university to teach. We all are getting better in this, but at the end, we're still confident, and we still want to talk to people and to meet and develop human contact. It's not very very original on that, but it's really true, and we need that. So you know, it's Campus France is not like, I mean, I'm sure if you talk to my colleague from DAD or from UFIC in the Netherlands, it's the same. We try to do the best. We have the support of our government, so it helps a lot to give words, strong message. Because of course it's different when you have the, yeah, when you arrive with one political message from taken also by the our embassies on site, rather than only one institution alone. So that's the difference. Anyway, I don't know if you have any questions, and maybe I can be more specific if you want, but I'll be happy to talk to anyone. Thank you very much, Olivier, for your story and for taking the lead in Europe to show that we are still open and welcoming students from all over the world. I think that's very important for smaller countries like us. I have an interesting question already from Peter Helen from KU Leuven. Could you elaborate a little bit more on the country marketing of France and how you include education in France in the country marketing? Yes, if I understand correctly, we actually, as I said, we were labelizing about France as a country I don't know, of Nobel Prizes, of research, of innovation, but also of tourism a lot, as France is ranking one of the highest, I mean, the leader
of tourism country. It's true that we use this as a strong approach, but you know, France also is not so black and white, because as I told you, we have this big large public of African countries that would come to France anyway. They take time. It's very complicated, Africa, right now with the exams that have been delayed to September in most of the countries. So the time they're coming here in France, it's going to be like maybe mid-October, end of October. So it's complicated. But these people, we don't have to do a lot of communication. I mean, we have to do communication, but it's a different communication. It's more like, oh, yes, we want you. But we had a specific communication about Asia, about China, yes, France wants you, but wants you in a safe place, in a good place, with all the and with the university that will make everything in order that you don't have to be afraid of coronavirus, crowding amphitheatre, etc. So France as such has its image, but and it helps from many years ago. But we were wanted more that we were very aware of the situation and that the university was very taking care of all the measures to protect them. Yes, and then thank you. We have another question about your offices abroad, the Campus France offices. We used to know the NISO offices from NAFIC, which are closing now or closed already. Do your offices have the same function, or how would you say they work together with you in France? Okay, the sound was a bit low at the end, but I think I got it. No, unfortunately we don't have any movement of closing offices abroad. The fact that we are inside the Alliance Française or the Institut Français make it easier for us to be, because we're really part of the embassy's system. You know, it's really a service. We don't say that, of course, when we talk like Campus France office, but actually it's a service of the French embassies abroad. So it's part of the diplomatic network. And as such, it's of course still alive, and more than ever, because they are at the first front of in front of the international student in their country. They are the first contact, so they have to tell them what is really happening in France. They have to do this virtual, we are doing from Paris many things, like 50 events a year for from France, from Paris abroad. But actually, every Campus France office in every country is doing during all year long many, many events to talk to the students. So no, the answer is no, we're not closing any offices abroad, and that's a good thing, because I think, of course, it's the way to be more and to be closer to the demand to and to the international students. Thank you. And I have a question from Hans Picot. You mentioned that you had good and bad experience in the past months with online tools and activities. Which online tactics would you strongly recommend, and which would you definitely discourage, or will you not use in the future anymore? Okay, so virtual fair, it really depends
Okay, so either you go inside a one international virtual fair because they are organizing and you're just inside one organization that you don't control, and you're just and that's what happened in Latin America, and it was good. It was 8 countries, and we motivated our offices there to be also coordinating the publicity about the French delegation in their own in each country. So it kind of we duplicate and we reinforce the communication by our local offices in Argentina, in Brazil, and of course there was their own communication campaign from the organizers. So sometimes it works, sometimes it doesn't, and sometimes some organizer, it's like a normal, a classical fair. Sometimes you have students coming, and sometimes you don't, and it's about communication. But we realize, and that's what we are doing now, that we Campus France will buy or rent a system of virtual or online system that we will benefit from all our offices abroad. We are now working with different, we are trying to organize a kind of tender about different companies, virtual companies that are proposing some virtual fairs or virtual tours in Europe, but not only, and we will decide to buy a license, and to keep it for our, and to do our own virtual events, and not to go inside an international organizer, which is sometimes a bit complicated. So that's the big news for us, is we will have our own system. I think DAD has the German office has already its own system, and we're working with them also. They gave us their solution, because they have a good experience on that. So we have tried to we also have this contact, but also all the contacts from Europe are very welcome, and we will find one and try to make it our own, with our own color, with our own design, and make it and give it to all our of all our offices abroad. So this is my recommendation, as much as it's possible for Flender organization, I don't know, but to be able to develop one tool and only one, or to do it with some other countries, because it's and that's maybe something we should do, and go to Europe together, to the Europe Commission, and ask them to develop one for us, and to help us. That would be an idea. And to finish on this, what is really really working good right now is our Facebook Live. With one institution, we are organizing this with one or two institutions, with alumni coming from this institution, talking to students, answering the question, 1 hour, and it's work according to our members. It's good. It's working well. Okay, thank you very much. I have one more question for Rob from Laura Haag from Ghent University. Rob, you mentioned platforms to promote study programs. Now, Laura has the impression that they put a lot of programs, got a lot of questions from potential students. They spend, of course, a lot of time on, but then in the end, the students didn't enroll. And these platforms are also expensive. So would you have an answer to that? Why they didn't enroll? What is important when you put your study programs on platforms? What is working and what is not? Maybe first, Rob, and then you can give your take as well on this question. Okay. Well, actually, we're not working with these platforms. This is for sure. And we developed our own platform,
And when you go to our website, we developed our platforms. Not actually, maybe which makes a difference, we didn't develop a platform with inscription online. That's no, we developed a platform about information. And we develop a platform about specific goal, like programs taught in English. That was important to have a specific program, a search engine, I would say, just to focus on this program taught in English to recruit more Asian students, for instance, or English speaking students. So. Or PhD programs, we have a specific catalog. And the very new one we did on the motive of on the purpose of the pandemic times about the online program, just in order to tell the international students, to tell them, okay, if you can't come in September, maybe you can stay one semester in your country and apply to these programs online, and then you come to France for the second semester in January. And it worked quite well, actually. So to answer the question precisely, is like we don't trust these commercial platforms. Probably there are some of them that are good and but every time in the big fair like NAFSA or AIE or wherever, when we have all of them coming to our booth trying to sell them the magical process, we finally say no, we stick to our own tools. Okay, and Rob, what's your answer to this question? So my answer is that I'm also not a great believer of commercial initiatives. But on the other hand, I do believe in working together. Like in the Netherlands, there is this NAFIC organizes a website, Study in Holland, and it works really well. It is on the one side, yeah, a promotion platform for the Netherlands as a country, but it also is a platform for promoting studying in the Netherlands. And in this platform, the different educational institutions in the Netherlands work together so that it is a balanced view of what can be studied in the Netherlands and why the Netherlands is a good country to study in. So I'm a big believer of that. But there is this other initiative I'm very fond of. It's called Studiekeuze 123. And in that, also the educational institutions work together to provide all the information that is needed for a potential student to be able to choose a program in the Netherlands. And that costs money, I think, but that's because it costs money to host something like that and to maintain and to gather all the information that is needed for the potential students. So I agree with Olivier that you shouldn't always pay for and commercial initiatives are not always a good thing. Yes. On the other hand, I reread the question and what I think it is also important is that to really think about the phase that a potential student is in and which information that a potential student in a typical country is looking for. And is that the platform, the commercial platform may well be the platform that this potential student goes to for the specific information he's looking for, he or she is looking for. And then it is a good thing to pay a commercial party because it meets your goals. But not automatically. No, you're totally right. And actually, when you are talking about this, I was thinking that we have developing a platform, but always we. So a platform that students have to pay, but it's a recruitment platform for a school, from a school of arts. And it's a way from the international students that apply to this platform, which is called Campus Art,
It's a way for them to be selected by the institution directly without us. So there are some moments that of course we have to pay. Okay, thank you so much. We could continue forever, I think. A very interesting topic, but we went over time already, although we still have quite a lot of participants, but I am going to give the floor back to Thomas to conclude this webinar. Thank you everybody for questions and of course for presentations and answers. Thank you. Thank you. Okay. So with those questions, we conclude this webinar. I think the working group has a lot to digest. Some of the questions hint in that direction, that we even more than we do already, that we should collaborate. We collaborate already a lot in the more classical sense, but maybe we should gear up a little bit more in the digital sense and make sure that the website that is new, which is being made in a different working group, but that indeed that website has more functions, or that we can do more with that website as a group or as Study in Flanders, so that we are less dependable from those external partners. I really want to thank Rob and Olivier to share their experience. I also want to ask the two of you to stick around a little bit longer so that Renilde and I can have a quick word with you. I want to confirm to everybody that the presentation of Rob will be shared and also the recording. And very important, I really want to thank the two people behind everything, Lieve Konings. She's the real inspiration of this. There she is now in image. Lieve has sought out the speakers. She started out with organizing a whole physical day, and only in over summer, Renilde and I came to the conclusion with Lieve that maybe we should do a digital webinar, but the whole physical day was in a way already organized. So for Lieve, this has been kind of two steps in front and one step back, but finally we had this webinar. So thank you, Lieve. Thank you, Christine, for doing everything with the Zoom meeting. And I thank all the colleagues who were present here. And if you have any further suggestions, please send them to Renilde and me. So with that, I conclude and I ask everybody to log out. And then Rob and Olivier, we have another chat to round up everything. Thank you and see you soon.